En die februari-maart periode, hè, waarin je heel veel nummers hebt geschreven op de plaats zijn gekomen. Kun je dat omschrijven? Waar zat je? Wat voor gevoel had je? Wat... Ja, nou, het tegenovergestelde van dit, hoewel even stil, dat is een huisje Lieveren. Dat is een heel klein dorpje bij Groningen. Yeah. En daar, dat is een soort, zoals een kind een huis tekent. Midden in het bos, dus niks omheen, dus alleen maar bomen. En echt konijnen lopen langs, soms een ree, fazanten. Het is echt ja, heel, heel idyllisch. En ik zat in dat huis en dan stond ik op en dan deed ik de kaars aan en dat. En dan ging ik schrijven tot... Van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. En ging soms tekenen. Kun je achteraf terughalen waarom, zeg maar, uiteindelijk vanuit die sessie, die periode, veel nummers op de plaats zijn verschenen? Is dat puur toeval? Ja, dat weet ik niet als ik dat zou weten. Nee, maar als je achteraf terugkijkt, bedoel, qua feel en ja, qua inspiratie, als ik qua. Achteraf terugkijkt, dan. Heeft dat misschien ook wel te maken dat ik die eerste 4 maanden echt nodig had om het commitment weer te maken? Ik, in 2010 sloot ik eigenlijk de number 9 sequence af in Carré. Een uitverkocht Carré. Voor mij was die show die ik in Carré had gemaakt een soort van... Dat is wat ik wilde maken, misschien al wel vanaf mijn 12e. Het samenkomen van een aantal theatrale elementen, pop-elementen in een theatrale setting met eigen geschreven repertoire. En... Dan is het echt helemaal klaar. Ik had ook in dat jaar 5 verschillende voorstellingen gemaakt. En dat was al na 8 jaar aan 1 stuk door produceren, produceren, produceren. Toen ben ik 1/2 jaar gestopt om te reizen en om niks te doen. En toen ben ik vanaf september 2011 ben ik gaan schrijven aan nieuw materiaal. En ik denk dat ik voor zo'n kale vlakte stond... Dat ik die eerste 4 maanden nodig had om gewoon als een boer over te mesten en te ploegen. En te, weet je, en dat ik misschien in februari, maart, dat ik daar kon oogsten. Dat ik de zinnen uit de grond kon plukken, als het ware. En dat er een flow ontstond voor de nieuwe sequentie, dat het klaar was om me ook weer te committeren. Aan de nieuwe fase. Wat Last Resistance is. Het is weer een nieuwe project. Ook als ik binnenkort weer ga optreden, besefte ik me, ik heb zo'n 2 jaar niet echt opgetreden. Dus het begint allemaal weer. Dus heb je, zeg maar, echt in die tweede periode, dat je toen, zeg maar, waarvan in het huisje in Lieve in Groningen, Lieveren, ja. Daar heb je jezelf echt overgegeven? Ik denk het, ja. Ja. Ik bedoel, als je vraagt met terugwerkende kracht, dan denk ik, ja, dat is misschien echt het punt geweest van oké, go. En is die tekst voor Last Resistance daar ook geschreven? Nee, die is dus geschreven 2 weken daarvoor in Thailand. Nou, grappig wat je zegt, Last Resistance. Misschien had je dan, heb je die, ik loop nu lekker te brainstormen. Ja, ga maar, nee, leuk. Dat je die 2 weken daarvoor in Thailand je echt hebt overgegeven. Zeg maar dat nummer Last Resistance. Maar Last Resistance is eigenlijk gaat over, het is wel een mooie analyse. Zo heb ik er echt niet over nagedacht, maar het is mooi. Want... Last Resistance gaat over het loslaten van het oude. Het oude afleggen en het nieuwe aangaan. Of het nieuwe, weet je wel, het water ingaan, onder water gaan. En ook een aantal ontdekte angsten. Nou ja, de stilte, zeg maar. Om die aan te gaan. En dat brengt een nieuwe creativiteit met zich mee of zo. En een onbekend gebied. En dat is dus, het is een transitienummer als het ware, als je het zo kan noemen.